was soms om te schamen. Kijk eens hoe verbaasd, het is geld niet iets waar iedereen op aast. Ik heb zo matties verloren, het was een leuke tijd totdat geld kwam storen. Niet tevreden met wat hij had, flashte iedereen en nam zijn leven als een grote grap. Dacht alleen aan chickies en plezier, maar hoe lang zal het duren? Je kan me niks vertellen, ik doe toch wat ik wil. Dat waren zijn laatste woorden, totdat ik het hoorde. Mijn beste mattie was van ergens hoog in het noorden. Ik zag mijn mattie weer, maar dit keer slaap het in een kist met een kaartje aan zijn teen van het echte soort. Ik zet mijn drama op papier, ghetto nieuws wat je niet hoort. Maar ja, je leert het wel, het is als een regenzon. Overleven in de jungle van beton. Ik kijk omhoog en zeg waarom was hij zo gierig en dom. Grapje. Ik ben al serieus over dit, wat dacht je dan? Dat iedereen die met je lacht je mattie is. Dat heb je mis, verkeerde pis op de rand. Van een golo moet je kijken, klaar met passen begin je weer te zeiken. Je klets, want zij met ons staat erop, begrijp je. Sami was sorry, moeten jullie begrijpen het. Leven gaat zo snel, ik hou het bijna niet bij. Ja, een kip is een kip, maar toch was hij eerst een ei. Nee, ben je niet over dit feit? Je doet je goed voor, maar je attie is klein. Schijn heilig. Toch een teken van zwakte, yeah. Eerlijkheid duurt het lang, zit je dat niet snapte. Dus kijk en luister, als je niet weet, stel dan gewoon een vraag. Wie niet weet, wie niet wacht, die doet ons dit aan. Wie zal het zijn? Wie doet het? Wie doet ons dit aan? Er is geen tijd voor ons om stil te staan. Er is geen kijk, tijd, nee. Verdriet en verschillende pijnen. Wees niet dom en maak een goede start. Anders breek je en val je hart.